In Amsterdam dan krijgen ze een wielklem als ze niet betaald bij het parkeren. Zo wie het kunt het in Rumun nog niet, maar de wielklem duidt binnenkort wel zien intreden. Nu hoef je niet meteen bang te zijn dat als je een keer een bunke vergeet dat je dan een wielklem op een auto aantreft. De wielklem kan ze alleen gebruiken voor mensen die verkeersboetes niet betalen. Het gaat om een landelijke proef die op 3 plaatsen in Nederland plaatsvindt, waaronder dus in de gemeente Rumun. Heb je de verkeersboetes niet betaald, dan kan het zijn dat je een waarschuwing in de bus hebt gekregen dat men binnenkort een wielklem op je auto gaat leggen. Die wielklem blijft dan vervolgens 3 dagen zitten en als je in de tussentijd nog niet betaalt, dan wordt de auto weggesleept en in beslag genomen. De pilot duurt van eind februari tot eind juni. En op grond van de bevindingen die onder andere in Rumun werden gedaan, wordt bepaald of deze nieuwe werkwijze landelijk wordt ingevoerd.